De afgelopen maanden hebben we gezien dat eigenlijk ons systeem, ons watersysteem, niet klimaatrobuust genoeg is. En niet goed genoeg tegen een stootje kan. En die hebben we gehad de afgelopen tijd. En wat we dan zien is dat we eigenlijk willen bouwen samen aan wat we noemen de watertransitie. Een andere omgang met water. En dat je op die manier kan voorkomen dat op het moment dat er extremen zijn in het weer, dat dan meteen het systeem helemaal van slag raakt. En daar willen we samen aan werken. Ik kan me goed voorstellen dat mensen die vragen stellen. En tegelijkertijd is het eerlijke verhaal ook dat het op dit moment overal nat is. Het is niet zo dat het is aangetoond op dit moment dat er een direct verband is te leggen tussen de projecten die we hebben uitgevoerd en de wateroverlast die nu wordt ervaren. Ook omdat we zien dat op plekken waar we nog niets hebben uitgevoerd ook wel degelijk wateroverlast wordt ervaren. Ja, uiteindelijk moeten we het samen doen. De regen is geen keuze geweest, die is er. En alle regen die nu nog valt, die zal ook mogelijk weer tot overlast leiden. We doen echt ons best. En we kunnen het uiteindelijk alleen maar samen doen. Want ja, we zullen uiteindelijk het gebied robuuster moeten krijgen. Oplossingen moeten vinden. Ja, en dat kunnen we toch het best in verbinding met het gebied samen doen. Op basis van respect en een goede omgang met elkaar.